over allemaal toffe berichten die ik binnenkrijg via de app van 3FM en via 4x3. Je kunt blijven sms'en als je vragen hebt, politieke vragen, wat je maar kwijt wil. Zoals Tim net heeft geappt. En dat is logisch, want we zitten midden in de lijsttrekkers van de toekomst hier in 3 voor 12 Radio. Hoopvolle kandidaten die de Tweede Kamer graag zouden willen inkomen en onder de 35 zijn. En dus grote kans hebben dat ze na 15 maart ineens politicus van beroep zijn. Mensen die er straks gaan beslissen over van alles en nog wat. Deze eerste editie die is voor Niels van den Bergen van GroenLinks. Hij is klimaatexpert en hij staat op plaats 18 van de kieslijst. Hij laat GroenLinks nou 16 tot 18 zetels hebben, dus het is super spannend. Hij heeft zich net persoonlijk een beetje voorgesteld, maar nu dus het harde politieke werk. Met een vraag van Tim, want die wil weten in de mobiele app van 3FM. Je bent vanuit Azië teruggegaan naar Europa om het klimaat hier aan te pakken. Maar daar is toch de grootste vervuiling met de groeiende economieën. Interessante vraag. Kijk, als je kijkt naar de CO2 en andere broeikasgassen die in het verleden zijn uitgestoten, dan is het overgrote deel daarvan uitgestoten in Europa en andere westerse landen. Het is waar, hè, dat de economieën in Azië op het moment ook hard groeien. En die groei die zal natuurlijk duurzaam plaats moeten vinden. En we zullen ervoor moeten zorgen dat daar niet dezelfde fouten worden gemaakt die wij in Europa in het verleden hebben gemaakt. Maar je ziet ook dat er in Aziatische landen juist hele bijzondere dingen gebeuren. China loopt op dit moment harder dan Europa op het gebied van het halen van de internationale klimaatafspraken. Ja. Dus op sommige punten, zeker niet op alle punten, zeker niet op het gebied van mensenrechten bijvoorbeeld, maar op het gebied van klimaatverandering aanpakken zouden we nog wel wat kunnen opsteken van China. Oké dan. Jaap ook in de mobiele app van 3FM die wil weten, welke leider van een andere partij dan GroenLinks zou een goede premier zijn volgens jou? Goeie vraag. Ja, hè? Ja, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit zo hard over nagedacht. En ik denk dat ik dan... Ja, het is een hele goede vraag. Er komt vast al wat in je op. Ja, ik twijfel een beetje. Ik denk dat ik dan toch Emiel Roemer ga zeggen. Ja? Hoewel ik er op een aantal punten over twijfel. Want GroenLinks is natuurlijk heel erg pro-Europa. Terwijl de SP juist erg eurokritisch is. Dus zeker op internationale vlakken en op de progressieve onderwerpen zijn er verschillen tussen onze partijen. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat we inhoudelijk het dichtste bij de SP staan op een heel aantal andere onderwerpen. En vooral als het gaat om belangrijke thema's. We willen in Nederland weer eerlijker gaan delen. En de afgelopen jaren zijn de inkomensverschillen in Nederland sterk gegroeid. En wij willen dat die inkomensverschillen weer af gaan nemen. Wij willen dat er weer meer vast werk komt. Juist ook voor jongeren. Dat die overdreven flexibilisering, daar willen we van af. En als ik dan kijk naar dat soort belangrijke thema's. Dan ligt het verkiezingsprogramma van de SP het dichtst bij ons verkiezingsprogramma. En ik denk ook, ondanks alle verschillen, dat Emiel Roemer ook wel een persoon is die, als hij premier zou zijn, voor echte verandering zou gaan. Want ik denk echt dat we een ander type premier nodig hebben dan de premiers die we in de afgelopen decennia hebben gehad. Oké. Ja, Jaap, ik hoop dat je blij bent met je antwoord. Ik wil je nu graag een klein spelletje voorleggen, Niels. Het is stelling nemen. Ik heb een paar stellingen voor je. Ja. En ik wil je vragen om daarop te reageren. Ja. Stelling 1 voor je is: ecstasy moet gelegaliseerd worden, want het is geen harddrugs. Ja, eens. Het staat ook in ons verkiezingsprogramma dat we ecstasy willen legaliseren. Of het een harddrugs is of niet, dat is natuurlijk een wetenschappelijke discussie. Maar wij vinden dat ecstasy gelegaliseerd moet worden. Dat er ook op festivals weer getest moet worden op de kwaliteit van ecstasy, om te voorkomen dat er allerlei giftige stoffen in zitten. Dus ja, eens ecstasy legaliseren. Maar we weten inmiddels dat je zelf ook een beetje een boefje bent. Je kraakte een appartementencomplex en je speelde een boef in een tv-show, in die satirische tv-show. Zeg eens eerlijk, heb jij wel eens ecstasy gebruikt? Nee, ik heb nooit ecstasy gebruikt. Want het kan natuurlijk wel behoorlijk gevaarlijk zijn. Voorkomen is beter dan genezen, maar verbieden toch niet zo'n goed idee. Klopt. Kijk, voorlichting is heel belangrijk. Ik ga ook niet op de radio oproepen, ga allemaal ecstasy slikken. Nee, daar moet je heel goed van tevoren natuurlijk over nadenken of je dat wil of niet. Informatie inwinnen, dat kan, hè. Het Trimbos Instituut heeft hele goede informatie over wat de risico's zijn van ecstasy gebruiken. Maar wij vinden inderdaad dat het illegaal houden van ecstasy niet de oplossing is. Want daardoor zie je overal illegale labs als paddenstoelen uit de grond schieten in Brabant, maar ook bij ons in Zeeland bijvoorbeeld. Daar is heel veel criminele activiteit bij betrokken. Plus dat er gewoon gevaarlijk ecstasy op de markt komt, waar gif
giftige stoffen in zitten. Ja. Dus wij zeggen legaliseren, dan kun je controleren op de kwaliteit. Dan kun je die zware criminaliteit uithalen. En ja, we vinden het uiteindelijk ook aan mensen zelf om te besluiten of ze ecstasy willen gebruiken of niet. Ik heb het zelf nooit gedaan, omdat ik een beetje een controlfreak ben. Dus ik ben bij harddrugs altijd bang dat ik de controle zou verliezen. Dus ik heb het nooit gedaan. Ik hou het zelf liever op een biertje. Maar ja, als mensen naar de goed over nagedacht hebben, besluiten dat ze dat een keer willen proberen, ja, dan vind ik wel dat het moet kunnen. De volgende stelling voor je is: popfestivals zijn commerciële evenementen en mogen per definitie dus geen subsidie krijgen van de staat. Oneens. We trekken juist in ons verkiezingsprogramma, in het GroenLinks verkiezingsprogramma, trekken we juist meer geld uit voor kunst en cultuur. 200 miljoen. En een groot deel daarvan, 25 miljoen, gaat juist ook naar de festivals en kleine theaters. Omdat we dat heel belangrijk vinden. Zeker ook buiten de Randstad, maar ook in de Randstad natuurlijk. Maar de afgelopen jaren met alle bezuinigingen op kunst en cultuur hebben we juist gezien dat veel poppodia en festivals en andere culturele evenementen buiten de Randstad in de problemen zijn gekomen. Mm-hmm. Soms zijn die poppodia bijvoorbeeld al omgevallen of konden die festivals al niet doorgaan. En andere die zitten nu in nood. Dus wij willen daar juist geld voor uittrekken, omdat we het heel belangrijk vinden. Ik heb wel diverse lokale afdelingen van GroenLinks helemaal hysterisch zien gaan over de vogels en de bloemen op de terreinen waar die festivals gehouden worden. Ja, kijk, je moet natuurlijk altijd goed kijken waar zo'n festival georganiseerd wordt. En of dat inderdaad goed is voor de natuur en de rust op zo'n locatie. Kijk, je moet niet overal. Ik zou bijvoorbeeld ook niet onder het balkon van een verzorgingstehuis een festival gaan organiseren. Daar moet je inderdaad goed naar kijken. Maar wij zijn altijd voor culturele festivals. En dat vinden we heel belangrijk. Oké, ik ga er nog eentje aan je doen. En dat is: er moet een maatschappelijke dienstplicht komen voor jongeren. Dat kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. Dus net zoiets als vandaag in Zweden is geïntroduceerd weer. Oneens. Ja? Ja, we vinden maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk bij GroenLinks. Maar we zijn tegen zo'n verplichte dienstplicht. We willen bijvoorbeeld wel kijken of de maatschappelijke stages op scholen terug kunnen komen. Sommige scholen doen dat al, hè, maar bij heel veel scholen is het weer afgeschaft. Dus naar dat soort dingen zou je wel kunnen kijken. Maar tegen jongeren die bijvoorbeeld willen gaan studeren of een tijdje naar het buitenland willen gaan zeggen van je moet nu verplicht een half jaar of een jaar in dienst, daar zijn we niet voor. Oké. Laatste vraag, Niels van den Bergen van GroenLinks. Dat is: wat moet jij bereikt hebben om straks over 4 jaar terug te kijken op een geslaagde periode in de Tweede Kamer? Nou, 2 dingen. Het eerste is dat ik echt een doorbraak gerealiseerd wil hebben. Natuurlijk niet alleen, dat moet met heel veel mensen samen in de politiek, maar ook ondernemersburgers, maar echt een groene doorbraak geforceerd hebben. Dus echt moeten we de groene weg ingeslagen zijn. Meer schone energie, meer energiebesparing. En het andere wat ik heel belangrijk vind is dat we weer een Nederland hebben waarin iedereen zich thuis kan voelen. Dat we weer allemaal zeggen, Nederland is van ons allemaal en we horen er allemaal bij. Niels, dankjewel dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Meer vind je nu op 3fm.nl/live, het live blog.